Hallo lieve vrienden, hoe is het daar? Hier is het prima. Ja, ik moet eerlijk zeggen, gisteren heeft Nederland zelf al gewonnen. Dus het was een stevig avondje. Maar wel gezellig. En we hebben gewonnen. Waardeloze wedstrijd. Maar dat doet er even niet toe. Want de vraag is natuurlijk, wat zit er onder het doosje? Oh, ik ben nou helemaal een beetje schor. Wat heeft ons Arneetje opgestuurd? Laat ons kijken. Ridley, pak je stuk. Nu heb ik met Tuk, of Tukjes, een havere liefderelatie. Dat komt als volgt. Tuk, dus gewoon de Tuk, is een heerlijk zout koekje, is het zo maar noemen. Dus dat is de liefde, verklaard. Het haten is als volgt. Toen ik studeerde in Amsterdam, ging mijn geld, studiefinanciering, voornamelijk op aan... Dus dan had ik geen geld om te... En daar bedoelde ik eten mee. Tuk kostte geen moer toen de tijd. Die kostte geloof ik 35 gulden cent. Dus als ik weer geen geld had om te eten, kocht ik een pakje Tuk. Want dat kon ik dan nog als enige betalen in de supermarkt. Dus dan vrat ik de hele dag twee pakjes Tuk. Ja, dan gaat het op een gegeven moment tegenstaan, kan ik je vertellen. Wat een armoede, wat een tijden. Wat heb ik dingen meegemaakt in mijn leven. Spannend ook, ja, leuk verhaal. Dit is de originele Tuk van de Tuk. Dan hebben we hier sour cream en onion Tuk. Ik wist niet eens dat ze andere smaakjes hadden dan de gewone Tuk. Goed. Dan hebben we hier good fromage, oh, cheese Tuk, oftewel kaas Tuk. En om even af te maken voor de vegetariër, hebben ze een speciale bacon tuk. Ik kende die andere smaken niet, ik ken alleen de gewone tuk. Dus we gaan even proeven en dan gaan we even kijken wat we lekker vinden en wat niet. En dit en dat is dus zo. Mooi, de originele tuk. Dat is ook zo heel leuk, want als je er dan, hè, kijk zo, als je er doorheen kijkt, dan zie je daar dus ook tuk staan. Mooi, hè? Hebben ze er toch over nagedacht. Prima zo'n koekje. Het is eigenlijk gewoon een heel erg lullig crackertje, bunk vol zout. En daarvoor zeggen we dan, dat is lekker. Het is een beetje broos, hoeft niet heel lang te kauwen. Hij dondert gewoon zelf na een seconde of vijf helemaal uit elkaar. Ik denk dat als je zo doet, heb je alleen nog maar poeder. Het is dan eigenlijk helemaal geen rukko voor. Wat kan je zeggen over de originele tuk? Lekker zout koekje. Ja, is gewoon niks mis mee. Maar laten we wel wezen. Als je een hand zout op een drol flikkert, is die ook lekker. Het is wel zo. Ja. Nee, ja. Het is wel zo. Nou, dan ga ik even naar de kaasstuk. Kost me nog een keer mijn tanden, dit gedoe. Kijk, dat ziet er gewoon uit als een gewoon tukje. Het staat er ook alweer op. En kijk, als je goed kijkt, zie je hele kleine stukjes kaas erop. Moet je wel goed kijken. Kaasstuk. Ja. Ja. Nou. Omdat het tuk niks kost, en het mag natuurlijk ook helemaal niks kosten, gooi ze dan van dat kaaspoeder erop. Dat is een beetje bittere, ja, bittere meuk. En ja, dat noemen ze dan kaas. En dan denken ze, dit is kaas, tuk. Nou, het is eigenlijk gewoon een verpest stukje. Want van dat hele mooie zoute koekje is het nu omgetoverd in een heel elfisch smakend, bittere kaasdingetje. Het is niet echt kazig. Dat is die kaaspoeder, dat vind ik verschrikkelijk. Och, wat is dat toch erg. Goed, dan gaan we naar de sour cream onion. Ofwel zure room en ui. Kijk, dat is nou leuk. Hier. Staat weer tuk op. En als je goed kijkt, zie je kleine stukjes ui, lente-ui. En hebben ze nog sour cream erbij gemeukerd. Dus nou ja, we zullen wel even gaan proeven. Volgens mij dat ze nog geen, cheesecake variant hebben. Nou, ouderwetse tuk smaak. Of, niet totaal ouderwets, want hij... Uitje is lekker. Ja. Hoe je sour cream erin jakkert, dat weet ik ook niet. Maar
Het is wel een smaakvol stukje. Zure room en lente-ei. Goed product geworden. Nee, doe je niet voor schamen. De laatste tuk maakt me een beetje bang. Dat is de bacon tuk. En waar ze dan met de kaasstuk een hand van die bittere poederkaas erop mieteren. Wat het helemaal niet lekker maakt. Gaan ze natuurlijk bij de bacon tuk niet echt de bacon erin gooien. Dus dan krijg je een spuitje bacon smaak krijg je erin. En dat geeft meestal een ontzettende chemische, beetje nare smaak. Alsof je in een dood vogeltje zo zit te bijten. Die al 2 weken op de straat ligt. Zoiets. Ah. Ik hoop niet dat mijn tandarts dit ook kijkt. Nou, oh, kapot. Kapot. Ja, ik kan niet tegen. Ik hou van hele tuks. Wat voor u. Kijk, de krijg je dus al. Deze tuk is opeens doorbakken en bruin. Waarom is dat? Dat is vreemd, hè? Dat komt waarschijnlijk door dat spuitje bacon. Ja, ik ruik hem al. Dan bestellen ze dan gewoon bij de DSM-fabriek. Gewoon gerookte bacon-smaak. Dit is lastig hoor. Want het heeft inderdaad die neppe bacon-smaak. Alleen in combinatie met dat zoute koekje is het lang niet vies. Ik denk alleen waar je bij de normale tuk zo de pakje weg kan houden. Heb je na 3 bekertukjes wel van, nou, bedankt de moeder. Nee, ik hoef niet meer. Nee hoor, dankjewel. En dat kan je bij die sour cream ui, die kan je ook. En die kaas, dan doe je er eentje in je mond. Maar die is niet eens. Tijd voor de cijfertjes. Want ja, ook op zo'n maandag als deze moeten we gewoon keihard zijn. Even kijken. De kaarsstuk ja, is niet te bunkeren. Bittere meuk. Het is als, ze kunnen het beter oorsmeertuk noemen. Blech. Die krijgen van mij een 3. Bah. De bekentuk is minder vies dan ik had verwacht. Edoch, tuk moet je door kunnen vreten. Moet je gewoon achter elkaar door kunnen eten. Na 3 van die bekentukjes ben je wel klaar. Die krijgt van mij een 5. De tuk met zure room en lente-ui is eigenlijk hartstikke lekker. Wat vreemd is, want ik ben eigenlijk natuurlijk iemand die zegt van doe mij gewoon maar een gewone tuk. Deze zou ik gewoon lekker kunnen opeten hoor. Deze krijgt gewoon een 7. Ja, dat is best een hoog cijfer. En de originele tuk, die blijft gewoon natuurlijk helemaal top. Ja, ik kan er weinig over zeggen. Wat kan er nou misgaan met een zoutkoekie? Helemaal niks. Ik krijg gewoon een 8 van oom Jan. Helemaal blij. Nou, tuk. Puk.